Mensen, kijk even rustig. Even kunnen... Laten we eens zien, mensen. Vandaag gaan we XXL vuurpijlen afsteken uit Polen. Even, en dan gaan we met een zoortje netjes opruimen, picobello. We doen er even een paar hier op deze locatie en dan gaan we door naar de volgende locatie. Nee, wacht. Weet je wat ik ga doen? Weet je wat ik ga doen? Nee. Mensen? Waar is die? Waar is die? Kijk, dat. We gaan deze doen. Deze is zo ziek. Ja, oké, wat doen we? Eerst deze. Nee, leg dat eerst even in de kofferbak. Mensen, we gaan eerst deze doen voor deze video. Mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag gaan we echt ziek vuurwerk afsteken. We gaan vooral siervuurwerk afsteken. Ik heb hier voor mij pik. Deze gaat tering hoog, hè? Ja? Ja, pik. Deze is echt zo ziek. Mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Wat hebben we hier? Kijk, laat ze even zien. Dit zijn van die XXL. Tenminste, die verkoop zei tegen mij dat de XXL vuurpijlen zijn. Hoeveel gram zit erin? Laat mij een mooi film. Even kijken. 90 gram. Nou, dat zijn geen XXL pijlen. Dat is net zoveel als Duitse pijlen. Dit zijn eigenlijk geen XL pijlen. Dit zijn eigenlijk een beetje minder kontje gepierd. 50 euro betaald voor die pijlen, bekend man. Van die halve nicht. Die kleine is het ook 19, dat kan niet. Echt? Ja. Nou ja, dat zullen we wel zien. Wacht, kun je die pijlen vasthouden? Wacht, ik doe eerst even dit fonteintje. Mensen, we gaan openen met deze video. Met deze fontein puppet. Hier, ken je deze even in je hand? Ik heb wel wat pijlen hier in je handje, wacht. Als je... Dit is wel een goede plek. Hey, zet die dildo neer. Mensen, kijk, we gaan eerst die Jorgenfontein doen. We gaan vandaag vuurpijlen afsteken. Dat is deze video gericht. 8 euro. Hoeveel hebben we gekocht? 5 euro of zo. Ja, 5 euro. Hoeveel gram zit hier wel niet in? Pik. 220 gram, mensen. De crackelingfontein van Jorgen. We beginnen daarbij gelijk deze video. Like, abonneer en reageer. Dat is belangrijk. We zijn nu in Polen. We hebben een Polen tripje. We nemen niks mee naar Nederland. We zijn lekker aan het stoken hier. Ik ga hem gewoon aansteken. Er is wel wind hier, hè? Hey, deze wordt als het goed is echt tering hard. Deze wordt echt tering hard. Maar hij mag wel eens hoog gaan, of niet? Ik hoop dat jullie geen last hebben van de wind. Oh, daar komt hij wel, hè? Oh, die is mooi, zeg. Holy shit. Hij was ziek, maar ik moet heel eerlijk zeggen, mensen. Wel duur. Wel duur, en ik had er heel iets meer van verwacht. Maar, als het goed is... Ja! Ja! We hebben hier lanceerbasis voor de pijlenpupjes. Heb je hem... Oh, pik, dat blijft helemaal niet staan. Kut. Heb je niet iets van stront hier? Wacht. Blijft dat staan, denk je? Nee, wacht, kom eens hier. Kijk, hier hebben we van dat kak. Ik kan hem gewoon hier indrukken. Blijft dat ook zitten, denk je? Druk hem in dat kak dan. Dit gaat omwaaien, denk ik. Als je maar niet op de auto komt. Ik kan je niks verzekeren. Oh, die waait gewoon om, hoor. Oké, dat, ik steek hem aan. Mensenpijl. Onscherp. En dat was een klein pijltje. Dat was die grote. Oh, was dat die grote? Ja. Wat? Dat is helemaal niet zo XXL pijl. Dat zei die kill. Zeer toil in mijn reet. Pak jij maar. Welke is dit? Die kon een hond blaffen en doen. Zal ik van aansteken? Hier. De Purple Rain. Mijn reet. Ik hoop dat die scherp is, mensen, voor jullie. Oeh, die gaat helemaal schuin, joh. Ah, ze zijn wel mooi, moet ik zeggen. Maar mensen, we gaan door naar de volgende locatie. Hoppa. Nog een tel. Oh. Holy shit. Mensen, we gaan naar de volgende locatie. Hoppa. Nou, we zijn nu weer terug. We hebben nog een paar pijltjes. We hebben natuurlijk wel meer van dit pakket. Maar ja, we hebben ook een paar afgestoken in andere video's. Die zien jullie natuurlijk wel. We hebben hier nog Purple Rain. Ja, Purple Rain. Leed, let allemaal Purple Rain. Het is volgens mij allemaal Purple Rain. En we hebben hier een PVC-pupje op de grond gevonden. Dus die blancheer ik even kijken. Gewoon hier in de grond, weet je wel. Zou ik er zo'n trapje op? Nou, doe dat maar niet, want die breekt hij zo af. Ik zou zeggen, zet hem er maar in. Ja, dat bedoel ik. Zet hem er maar in. Je haalt maar al die kapjes al eraf. Mensen, dit is nog even opvulling van de video van het pijlenpakket afsteken. We beginnen met een kleine, jongens. Dit is een kleine. Hier trek maar al die pupjes er al vast eraf. Dan kunnen we, jagen we ze allemaal tegen elkaar de lucht in. De pupjes doen we gewoon netjes in de tas. Maar waarschijnlijk komt er niks vanaf. Kijk, jongens.
Dat doen ze allemaal in de tas. Bewaren we. Mensen, dit is een kleintje. Komt waarschijnlijk geen effect vanaf. Of heel slecht. Dit is waarschijnlijk echt zo'n tyfus ding. Oh, ik ben blij. Je ziet gelukkig nog wel iets door de mist. Welke ga je nu doen, jongeman? Nog een keer van zo'n kleintje. Want het gaat. Nog zo'n kleintje, mensen. Nou, voor hoe klein ze zijn op zich. Ze is wel grappig. Nou, zijn wel leuk. Zijn wel leuk. Maar ja, voor wat je ervoor betaalt, ik zeg een zet daar erin, die grote. We doen eerst die middelmatige. Hij gaat het opbouwen. Het trilt een beetje, het is koud hier. Ja, het is echt koud. Deze moet wel iets gaan geven, denk ik. Denk het niet. Ja. Nee, dat zijn slecht, man. Dat zijn echt slecht. Had ik niet verwacht. Dit is echt iets van 70 euro voor zijn pijlenpakket. Uit Polen, dit was echt troep. Ja, jammer, man. Dit is een hele grote, hier verwacht ik wel wat van. Ze zien er groot uit, maar... Waar is die, gek? Oh, daar. Die was wel geil, dus die gaat hoog, jongen. Die gaat echt hoog. Ja. Koude ene. Kijk dan, ik tril zo hard dat het doet, jongen. Oké mensen, en dan doen we als laatste van deze video de purple rain, de blauwe. Voor mij is het ratten. Komt waarschijnlijk ook kak effect uit, man. Teleurgesteld. Ja, ze hebben wel goede knal. Mensen, we hebben hier even een Romeinse kaaspupje. Oh, daar komt de auto aan. Oh, ik heb mezelf gesneden. Kut. Oh mensen, er staat een wind. Kijk die kofferbak hier. Pak eens op. Oké mensen. Die auto is echt tyfus. 10 shots is dit. Oh, dit is wel een dikke pup, hé. Welke kant komt het eruit? Ja, die kant of zo. Mensen, we doen even een Romeinse kaaspupje. Nee. Straks een dikke shot. Ik weet niet wat er uitkomt. Ik weet het ook niet. Hij is uitgegaan. Ik denk een shot. Nee hoor, hij gaat naar binnen. Hij rookt nog, hij rookt nog. Zou die echt uit zijn? Ja. Pas op, hè, met je klauwen. Hé, hey, nog niet uitmaken, die kunnen nog aanzetten. Wat is dit? Is dit wel een Romeinse kaas? Oh, ziek. Oh. Een heel klein kutding, man. Het zijn 10 schoten, hè? Ja, pas op. Ik ben een modder. Maar pik, voor hoe groot dat ding is, valt het echt tegen. Dat is gewoon een crackling wat eruit komt. Het schiet wel ver. Ja. Schiet ze daar over de straat dan? Ja, het is wel lachen, maar mensen, dit is zo'n grote dildo is dit. Echt, hè? Kijk eens hoe groot die dildo is. Ja, dat is niet normaal. Was hem dat al? Wat een tyfus ding. Wat een tyfus ding. Gelijk een lamp erachter. Mensen, ik zie jullie bij de volgende video. Later. Time to shine just like a diamond. Yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's